SV-Urk-TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek, Cliff 18 en No Milk Today. Zaterdag 4 mei, Urk tegen IJsselmeervogels, waarbij IJsselmeervogels Gert-Jan Kasten de trainer is die hier op Urk zo succesvol is geweest 2 jaar geleden. Hij bracht Urk het kampioenschap en daarmee de promotie naar de derde divisie. En dan gaat John de Boer, onze pupil van de week, op de verdediging van IJsselmeervogels af en op doelman Prinsen en kijkt en kijkt en dan zoekt hij het helemaal de verre hoek. Via de binnenkant paal gaat het doel erin. En dan is het uiteindelijk het eerste doelpunt van deze middag. John de Boer, onze pupil van de week. Voor beide teams een hele belangrijke wedstrijd. Want IJsselmeervogels dat moest winnen om behoud voor het kampioenschap intact te houden. En met de achterstand die ze op dit moment hebben ten opzichte van Volendam en Genemuiden die tegen elkaar spelen. En voor Urk was het belang om een hele goede resultaat neer te zetten om zich dan mogelijk definitief als derde divisionist ook volgend seizoen te kunnen laten optreden. En wat dat betreft begon de wedstrijd een beetje van twee kanten. Wat voorzichtig, maar wel aanvallend. Een kopbal van IJsselmeervogels die naast gaat. Een verre bal, opening op Iedereentjes die toch graag opkomt aan die rechterbuitenkant. Kijkt, kijkt en passeert één man. Passeert daarna nog een mannetje en dan komt die voorzet. Maar die komt net in teenlengte tekort voor Pieter Brans. En is het geen doelpunt en blijft het 0 tegen 0. Overtreding van Benny Dunning. Gezien door de scheidsrechter en dan een klein opstootje tussen Dunning en een van de spelers van IJsselmeervogels. Een snelle vrije trap genomen naar de rechter buitenkant. En die bal komt er heel goed. Oh, en een schitterende reactie van Strijker om de 1 tegen 0 te voorkomen. En dan is het in ieder geval nog steeds 0 tegen 0. Maar wat een prachtig reflex van die Strijker op dat moment om een tegendoelpunt tegen te houden. En dan is het wel 1 tegen 0 voor IJsselmeervogels. Maar dat doelpunt dat wordt afgekeurd op advies van de assistent scheidsrechter. En scheidsrechter Van Leeuwen die een goede wedstrijd floot, keurt het doelpunt af wegens buitenspel. En het blijft ook dan nog steeds, ook na de 24 minuten, 0 tegen 0. Johannes Schrijver met een individuele actie, maar dan balverlies en een tegenaanval. Een hele snelle tegenaanval van IJsselmeervogels. Gaat hij naar de buitenkant en nog een keer komt hij in het centrum van de verdediging van Urk. En dan is het een hele mooie aangesneden bal, maar buitenkant paal en voorkomt nog steeds dat doelpunt, tegendoelpunt van IJsselmeervogels. Dan blijft het gewoon 0 tegen 0. Een inworp voor IJsselmeervogels richting het centrum van de verdediging van Urk. En dan is het uiteindelijk via Benny Dunning een hoekschop. En men is zo bang voor die dode spelhervattingen. En dan is het toch Ruizendaal die daar gebruik van maakt. En hij brengt IJsselmeervogels op een 1-0 voorsprong. En waar trainer Peter Wesseling zo bang voor was, die spelhervattingen, dat is ook nu een doodslag. Want ze gaan we rusten met een 1 tegen 0 voorsprong voor IJsselmeervogels. En dat ten nadele van de Urkers die zo graag meer wilden in deze wedstrijd. Maar in de eerste helft lukte dat niet helemaal. Ze waren wel bijna gelijkwaardig, maar toch een achterstand. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek, Cliff 18 en No Milk Today. Een tweede helft waar wij twee ongewijzigde teams beginnen aan die tweede helft. Met Urk in eerste instantie een balbezit aan de buitenkant. Is het Riekeltjan Brans die voorzet geeft. Maar daar kan die aanval heel weinig mee doen. Maar wel is het uiteindelijk Schrijvers die daar een hele mooie afstand schot. Maar die bal gaat net over. En dan 1 minuut later is het IJsselmeervogels in de rand van de 16. Een individuele actie, nog een individuele actie. En dan is het Strijker die bal in eerste instantie nog wegwerkt. Maar uiteindelijk komt die bal dan toch terecht bij Afakar, de topscorer van IJsselmeervogels. En direct na het begin van die tweede helft is hij de man die IJsselmeervogels op een 2-0 voorsprong zet. En daarmee zijn 14e doelpunt van de competitie scoort. Urk probeert dan nog alles om te doen. En dan is het Pieter Brans die daar een goed voorzetje krijgt. Maar zijn schot gaat over en blijft het 0 tegen 2.
Afakar, de man van de goal. En wie kan daarin schoren? Dat is de invaller die daar de 0-3 maakt. Is Thomas Beekman die de 0-3 maakt. En op dat moment gaan de kopjes van Urk allemaal naar beneden. En is het IJsselmeervogels dat heel veel ruimte krijgt. En worden de ruimtes van Urk steeds groter die ze bieden aan IJsselmeervogels. Aan Afakar aan de buitenkant. En er zit een schitterende reactie van Strijker ten koste van een hoekschop. En die hoekschop, weer een doodspelmoment, wordt te liggen bij de tweede paal. En dan is het die uiteindelijk, de bal die komt bij Beekman terecht. En met een schitterend afstandsschot scoort hij zijn tweede doelpunt van deze middag. En wordt het 0-3. En dat is eigenlijk voor Urk een moment dat de kopjes allemaal naar beneden gaan. En een heel spectaculair moment van Schuurman. Die ziet Strijker iets te ver voor zijn doel staan. Zijn inzet belandt onderkant van de lat. En dan is het uiteindelijk toch geen doelpunt. Dan twee schitterende reacties van Strijker. En even komt ermee de 0-4. Wel eens ten opzichte van een hoekschop die niks, geen gevaar opleverde. Er zit Jan Ras met een paas richting het midden van het doel. Is het uiteindelijk toch Urk dat een mogelijkheid krijgt. En is het 1-4 door Lucas Nagel. En dat, wat dat betreft is het in ieder geval Urk dat wat de eer redt. Maar niet genoeg, want het is diezelfde Koelman, ook een invaller. En de gouden wissels van Gert-Jan Karsten. Want het is Koelman die zijn eerste doelpunt maakt in deze wedstrijd. En is het 1-5. En dat was nog niet genoeg, want het wordt zelfs 1-6. Waarbij Beekman zijn hattrick voltooit in die tweede helft. En wordt het uiteindelijk een uitslag van 1-6. En gaan we nu luisteren naar de analyses van de beide trainers. Gert-Jan Karsten van IJsselmeervogels en Peter Wesseling van SV Urk. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties. Totec Installatietechniek. Cliff 18. En No Milk Today. Gert-Jan, en gefeliciteerd met deze toch eclatante overwinning. En ja, dat lijkt erop dat je weer goede stappen gezet hebt om richting dat kampioenschap. Ja, nou ja, we zijn afhankelijk. Maar wij hebben vandaag goed gespeeld. En meer kun je op dat moment niet doen, dus dat is positief. En dat goede spel. Wat was het verschil met voorgaande wedstrijden? Een aantal andere namen. Want Knuijman komt pas vandaag sinds 3 maanden voor het eerst in de basis. En dat was nog steeds een gok. Want die had eigenlijk 3 maanden 0 minuten gespeeld. Maar wij hadden zoiets, ja, je kunt hem of opstellen en wisselen. Of je brengt hem erin en dan moet je misschien 2 keer wisselen als het te vroeg is. Dus nou, dat was een verandering waardoor je meer diepgang hebt voorop. Maar ja, ik denk toch aan onze kant inzet en plezier. Maar die waren vandaag heel groot in het druk zetten, in het voetballen, in het loopvermogen. Ja, en we hebben de afgelopen week ook wat wedstrijden gehad. Dan was dat er helemaal niet. En dat is voetbal. De ene week is de andere niet. Vandaag lukt dan ook ineens alles naar de rust. Behalve dan een paar kansen benutten. En ja, tegen Rijnvogels en tegen Haaksbergen lukt er helemaal niks. Dat is hetzelfde elftal. Dus ja, is een beetje onverklaarbaar. En als jullie dan kijken, nou, als we even kijken naar die eerste helft. Want het is weer een spelhervatting. Waar jullie uiteindelijk eerst met een afgekeurde goal, maar toen toch op 1-0 kwamen. Dat is ook wel een van jullie sterke punten, hè? Spelhervattingen. Ja, maar we kregen ook wel een paar hele grote kansen die er door, ik moet het helaas zeggen, Strijker prima uitgehaald werden. En ja, die pakken gewoon 3-4 doelpunten. Vooral die ballen te paal, eerst zelf dat schot en in die allereerste kans van ons. Ik vond eigenlijk 1-0 te mager. Maar goed, dat is wat het is. We hebben gewoon heel goed gespeeld. En dat soort spelervatting, ja, daar moet je ook serieus mee omgaan. Want daar worden gewoon überhaupt in voetbal heel veel goals uit gemaakt. En vandaag lukt het een keer, maar de laatste 3 weken ook niet, hoor. En dan heb je heel veel geluk. Maar in ieder geval, ik noem het dan gouden wissels. Beekman 3 keer, hè, een hattrick. En dan ook nog Koelewijn. Dus wat dat betreft, het geluk aan je zijde. Ja, en we hebben nu weer een bal terug. Want we zijn er een paar kwijtgeraakt op de training met afwerken van de week. Dus dat is mooi. En wat dat betreft die 6-1, wat betekent dat voor jou? Ja, nou ja, niet zoveel. Ja, ik ben blij met de overwinning. En kijk, ik ben niet weggegaan. En ik ben niet weggegaan om een minder leuke reden. En dan hou ik het laag aan. Hè. Iedereen weet dat ik de grootste ambassadeur van deze wedstrijd ben. En van deze club. Alleen ja, als je dan tegen elkaar moet spelen, dan wil je hem wel heel graag. Dat merk ik nu aan Benny Dunning. Die is een beetje zuur. En die doet heel stoer. Maar die is gewoon zwaar teleurgesteld. En ik ben nu een keer blij. Maar voor de rest, ja, ik vind het eigenlijk geen leuke wedstrijd. Dat vond ik voor de winterstop thuis niet. Ik vind het nu geen leuke wedstrijd.
En ik denk dat iedereen weet waarom dat is. Ik heb hier een schitterende tijd gehad en dat blijft. En ja, dat is helaas op een heel trieste manier is dat geëindigd. Ja, en dat blijft bij deze club en bij mij horen. En nou ja, ik ben blij dat hij er weer op zit. Daar ben ik eerlijk in. En dat, ja, die teleurstellingen en dat negatieve gevoel. Maar je hebt ze wel 2 jaar geleden kampioen gemaakt. En het lijkt er misschien op dat je met IJsselmeervogels dat op herhaling gaat doen. Heel veel succes ermee. En volgende week in de Veenendaal tegen Dovo. Bij de eerstvolgende wedstrijd. Om die achterstand tegen Volendam van 3 puntjes weer goed te maken. Dankjewel Gert-Jan. Peter, dat hele andere gevoel. Wat is dat bij jou op dit moment? Toch wel teleurstelling van de tweede helft natuurlijk. De grote uitslag. Dus heel simpel. Want als we kijken naar die eerste helft. Ja, ik zei het weer een spelervatting. Je hebt van tevoren, benoem je het al in de voorbeschouwing. Dat is een van de gevaarlijke momenten. Eerst een afgekeurde goal en toch kom je dan op 1-0 achter. En dan uiteindelijk wordt het 2-0 in die 47e minuut. Ja, en toen had ik het idee dat het geloof bij Urk weg was. Ja, nou ja, ik geloof... Dat is een containerbegrip. In gedrag zag je dat ook. De grote ruimtes. Een aantal die wouden vooruit. Een aantal sloten niet aan. En dan krijg je het voetbal wat we de tweede helft gezien hebben. En die grote ruimtes. Hoe kan zoiets? Want je weet van tevoren dat je dat tegen IJsselmeervogels niet moet doen. Het gebeurt toch? Hoe kan dat? Nou, grote ruimtes niet zozeer bij ons achter in de verdediging. Maar meer op het middenveld. Dat je niet meer voetballend naar de goal van de tegenstander komt. Hè, en dus niet georganiseerd bent op het moment dat je balverlies leidt. Ja, en dan krijg je eigenlijk alleen maar schakelmomenten tegen. En uiteindelijk zijn we daar, hebben zij ons daar pijn gedaan. En hadden ons echt nog veel meer pijn kunnen doen. En ze hadden jullie nog veel meer pijn kunnen doen. Hè? Want die strijker die was vandaag in ieder geval. Al hadden we een man van de wedstrijd moeten benoemen. Want hij heeft nogal wat mogelijkheden voor IJsselmeervogels tegengehouden. Ja, klopt. Man van de wedstrijd nu niet zo toepasbaar, maar ik vond iedereen natuurlijk de man van de wedstrijd voor ons. En als we dan kijken naar volgende week tegen Rijnvogels, ja, dat wordt bij elkaar rapen en opnieuw beginnen, want veilig zijn we door deze uitslag nog steeds niet met 1 of 6 voorsprong op Staphorst. Nou, bij elkaar rapen denk ik niet. Het mooie van deze groep is dat ze heel erg overtuigd zijn. En ook heel goed weten waar we staan met elkaar. Wij moeten elke wedstrijd volle bak spelen. We hebben een aantal spelers die het verschil kunnen maken. Nou, dat had IJsselmeervogels vandaag. Gert-Jan zegt het ook terecht. Wat ik met name heel knap vond van IJsselmeervogels vandaag. Dat ze eigenlijk overal in duel zaten bij ons. Ik had zelf verwacht dat we iets meer hadden kunnen voetballen. En zij hebben ons echt het onmogelijk gemaakt om aan de bal het verschil te kunnen maken. Ja, ik denk niet dat we ze bij elkaar hoeven te rapen. Natuurlijk zuur, maar we staan dinsdag gewoon weer fris op het veld en nieuwe uitdaging. Nou, dan wens ik je heel veel succes in volgende week tegen Rijnvogels. Om in ieder geval dat derde divisieschap veilig te stellen. En wat ga je volgende week dan misschien anders doen of moet je daar nog even over nadenken? Ik was nog niet verder dan vanavond, wat ik vanavond ga doen. Dus vanavond ga ik lekker op bankje liggen.